Als je in Pokémon Sword en Shield Ryan hebt verslagen in de Pokémon Championships, dan denk je dat je Pokémon kampioen kan worden. Want dan loop je het stadion in en dan staat daar in de verte Leon op je te wachten voor een dik gevecht. Ja, maar dan gooit Chairman Roses even roet in het eten. Hij begint opeens stoer te doen en zo over de Darkest Day te praten. Dus in deze aflevering gaan wij hem even een pak slaag geven. Yo Nintendo fans, super tof dat je kijkt naar een gloednieuwe video op je favoriete Nintendo kanaal. Wij zijn bezig met de Water Pokémon Only Challenge in Pokémon Sword. We zijn bijna tegen het einde. We moeten nu naar de Slumbering Wild om even het verroeste schild en het verroeste zwaard op te gaan pakken, samen met Hoppy. In deze aflevering hoop ik Chairman Rose een pak slaag te geven en misschien ook wel Pokémon kampioen te worden. Maar daarvoor moeten we eerst door dit enge grote bos. What? Session, Sam Santa, what up? Stelletje bazen. Ik vind dit wel een hele coole Legendary Pokémon. Ik vind dat ze dat goed hebben gedaan in Sword and Shield. De Legendary Pokémon die zijn wel on point hoor. En daar liggen ze. Het zwaardje en het schildje, ja, het stelt niet zo heel veel meer voor. Maar er zit toch nog wel een grote kracht in dit zwaard en schild. Maar daar komen we later nog wel bij. Laten we ze gewoon even oppakken. Uiteraard pak ik een zwaard, want ja, Pokémon Sword, logisch. En hoppakee, toen waren we weer in Hammerlock City om Chairman Rose even een poepie te laten ruiken, jongens. Alright, Oleana, kom maar even helpen, hoor. Oh, we moeten haar helpen. Oh ja, ja, nu is ze in paniek, hè. Ja, zij is niet helemaal goed, volgens mij. Deze meid is echt psychisch. Dat heb ik kunnen zien in een van de vorige afleveringen. Zij is echt helemaal gek. Maar goed, nu vraagt ze om hulp. En wij zijn aardig, dus wij gaan ook gewoon helpen. De Energy Plant, daar is die. Let's go. Yo, gozer, ik weet niet wat jij allemaal aan het doen bent, maar jij bent niet helemaal goed bij pannenkoek, jongen. Jij maakt heel de wereld kapot hier zo. Hij ziet er zo netjes uit en alsof hij het beste voor heeft met de wereld. Maar deze gast, jongen. Ah, oh, deze muziek is wel dik, hoor. Kijk hem met zijn Ultra Ball. Escavalier. Oké, dit is een probleem. Dit is gelijk een probleem. De enige move die super effective is op Escavalier zijn Fire-type moves. En die hebben wij niet. Een Drain Punch doet niet zo heel veel damage op hem. Hij doet Mega Horn. Is Mega Horn niet die move die mij gewoon in één keer kan killen? Let's try Muddy Water. Pak hem! Oké, dit ging wel aardig. Hij doet nu Swords Dance. Dus hij gaat zijn stats boosten. Hopelijk raak ik hem met nog een Muddy Water. En hopelijk is het dan klaar met Escavalier. Ja, Escavalier is wel een sikke Pokémon hoor. Hij heeft heel weinig weaknesses, maar hij is nog niet down. Oh, Mega Horn. Oh, is dit inderdaad die move? Dit is die move. Dit is die move die je in één keer killt. Oh, Escavalier is ook down. Maar dit is wel een probleem. Nee. Alleen Smeagol heeft super effective moves op de Pokémon van deze man. Oké, laat me gewoon even Gyarados die gebruiken. Ferrothorn. En dan gaan we wel even Smeagoltje reviven, want die kan ik straks nog best zo goed gebruiken, denk ik. Oké, let's go, Jennifer. Oké, dit doet echt zo weinig damage. En het doet mij wel damage. Dit gaat nooit goed komen. Ferrothorn is zichzelf aan het boosten als een malle. Ja, ik ga nou maar Hurricane proberen, maar ik denk dat dat ook bijna niks doet. Oké, nou ja, het doet het in ieder geval beter dan die andere move. Hij doet nu Power Whippy. En dat doet mij ontzettend veel pijn. Ja, dat dacht ik alweer. Oké, laten we maar nog een keer Hurricane proberen. Nee, ik mis. Oké, ik mis. Ja, Ferrothorn heeft zichzelf nu echt ziek goed geboost, jongen. Oké, let's go. Drain Punch. Ben ik sneller? Ja, ik ben sowieso sneller. Want hij heeft zijn speed is afgenomen. Is net niet down. Ah, dit is zo balen. Ik krijg lekker veel HP terug, denk ik nu. Ja, bijna 40 HP. Dan gaat wel weer het van af met de Iron Barbs. En dan, ja, nu komt hij met Power Whip. En dan is ook Smeagol weer down. Maar hij is zelf ook down. Door de Rocky Helmet van Smeagol. Oh, wat een gevecht, joh. Het staat 2-2. Ja, dit is serieus moeilijk, hoor. Met alleen maar water Pokémon. Oké, dit gaat natuurlijk niet werken. Dat weet ik. Poison doet niks tegen Steel-type Pokémon. Maar ik wil gewoon Smeagol terug. Smeagol moet gerevived worden. En Smeagol moet even aangevuld worden. Zijn HP die moet even helemaal weer in orde komen. Dus ook weer even een Hyper Potion erop. Want ik wil mijn Max Revives eigenlijk nog niet gebruiken. Hoppakee, daar gaat hij. Oh, en nog een keer. Ja, en dan is het gewoon al klaar met Patrick. Man. Ja, jongens, ik zei toch al dat het moeilijk was met water Pokémon tegen Steel-type Pokémon. Ik heb echt de Drain Punch nodig van Smeagol, want anders gaat het niet goed komen. Terwijl hij lekker aan het schreeuwen is. En daarmee mijn defense ook behoorlijk naar beneden gaat. Nee, Persecutor, waarom doe je me dit aan? Daar gaat die Throat Chop, die gaat me pijn doen. Ja, meer dan de helft van mijn HP eraf. Maar Persecutor is wel down. Nu dan, Klinklang. Hopelijk gaat dit goed, jongens. Ah, Klinklang is sneller, doet Assurance. Dat is meestal niet een hele sterke aanval. Nee, mooi, oké, ik ben in ieder geval niet down. Ik hoop dat ik hem in één keer sloop met deze Drain Punch, maar dat gaat niet gebeuren. Nee, dat gaat echt niet gebeuren. Weet je wat? Ik ga nog een keer een Hyper Potion'tje gebruiken. Smeagol moet het gewoon volhouden nu. Hij gaat nog een keer voor Assurance. En dan kan ik hem nu slopen met mijn Drain Punch. Maar ik had denk ik beter even kunnen healen. Oh, tuurlijk had ik beter kunnen healen, want hij is natuurlijk sneller dan ik. Nu maak ik hem af en nu moet ik tegen zijn laatste Pokémon. En dan heb ik bijna geen HP meer over.
Oké, ik moet denk ik gewoon even iemand opofferen. Thor, sorry dat ik je opoffer. Het spijt me. Daar is die Copper Raja van level 57. Ik geef weer een hyper potiontje aan Smeagol, aan Seismitoad. Ja, en oké, ik denk dat Thor wel een probleem heeft nu. Want daar is Gigantamax Copper Raja. Gigantische olifant, jongen. Ik zie alleen de voorkant van zijn snuit. Voor de rest zie je gewoon niks. Hij doet Max Quake. Ja, dat is sowieso einde verhaal. Einde verhaal voor Lantern. Dat kan niet anders. Die wordt echt heel hard gesloopt. Oké, Smeagol, let's go. Beter ben je sneller, Smeagol. Je bent toch wel sneller dan de olifant. Olifanten zijn heel veel, maar niet snel. Dit moet toch kunnen, jongens. Daar is die. Onze gigantische pad. Alsjeblieft, jongen. Doe het. Ja, lekker. Ik ben sneller. En ik doe Max Quake. Koekje van eigen deeg voor Copper Raja. 1/3 van zijn HP is weg. Ik hoop dat het genoeg is. Ik boost mijn eigen special defense hier ook mee. Dus dat is lekker. Hij doet ook Max Quake. Ja, die is sterk, maar daar moet ik tegen kunnen, jongens. Ja, zie je wel. Daar kan ik gewoon tegen. Lekker is dit. Ja, en hij boost natuurlijk ook zijn special defense hiermee. Misschien moet ik dan nu maar voor Max Knuckle gaan. Dit is namelijk geen special attack, maar een physical attack. Oké, we zijn er bijna. Hiermee boost ik mijn attack ook. Hij doet nog een keer Max Quake. Hopelijk ga ik die overleven. Please, let me survive. Yes! Oké, en nu hebben we weer een mini-olifant, jongens. Alhoewel, mini. Kom op, Seismitoad, Max Knuckle. Sloop die Copper Raja. Yes! Lekker Seismitoad. Oh, als ik Seismitoad niet had, hè. Dan had ik dit toch nooit gered. Zonder deze Pokémon kan ik dit niet. Zonder deze Pokémon is deze challenge onmogelijk. Oh, ik ben zo blij dat hij Drain Punch kent. Oké, Chairman Rose. Ga maar lekker naar huis, man. Ik heb je Pokémon verslagen. Jij choppy. Dan kun je lachen. Maar je maakt heel je regio kapot, joh, ouwe gek. En dan nu. De battle tegen Eternatus. Want ja, jongens. De almachtige kampioen van Galar. Die denkt dat hij deze Pokémon wel even gewoon vangt in een Pokébal. Maar kijk. 1, nee, ja, nee. Nee, 1? Ja, hij tikt 1 keer. Oké, heel goed. Oké, ja, jongen. Je gooit een pokebal. Wat denken jij? Dit gaat natuurlijk helemaal fout. Ja, en dit is ook wel even een pittige battle, jongens. Want alleen Dragon, Psychic en Steen type aanvallen zijn super effective tegen Eternatus. Maar die is natuurlijk level 60. Dus die is eigenlijk nog veel te goed. Ik weet niet zo goed hoe we dit moeten gaan doen. Kijk, ik heb bijvoorbeeld Psybeam. Die is wel super effective, maar kijk naar het damage wat hij doet. Ja, dat is niet zo heel veel. Hij kent een flamethrowertje. Ja, dat moet mij niet zo heel veel pijn doen. Oké, lekker, David Jones. Super goed bezig. Dit gaat hartstikke goed. Nou ja, hartstikke goed wil ik ook weer niet zeggen. Maar het gaat oké, het gaat goed. Hier, heb je even een hyper potiontje. Ja, Dragon Pulse ga ik natuurlijk nooit fijn vinden. Ik weet niet hoeveel hyper potions ik hierin moet stoppen. Maar volgens mij gaat dit hem sowieso niet echt worden. Cross Poison, die kan ik overleven. Als hij hierna even een flamethrower doet, dan vind ik het ook prima. Oké, Dynamax Cannon. Nou, laat maar zitten. Laat maar. Artillery. Sorry, ik... kan er niks beters van maken, jongen. Sorry, het spijt me. Misschien kan ik iets doen met Crunch. Jammer dat Gyarados trouwens geen drakenaanval kennen. Want Gyarados geen drakenaanval kennen. Goed Nederlands. Lekker bezig. Hoe moet ik dit nou doen? Oké, dit overleef ik, die cross poison. In principe, Gyarados overleeft ook gewoon even die ultieme aanval. Ja, ik denk dat ik Gyarados maar gewoon even in leven moet proberen te houden. Misschien gaat het met Gyarados wel allemaal lukken. Hyper potion erop. Cross Poison, die kan ik hebben. En hopelijk kan ik het nu even afmaken met een Crunch. Hij doet Dragon Pulse. Ja, die doet wel pijn. Maar die kan Gyarados ook wel hebben. Ja, oké, dat lukt net. Kijk, nice. Ja. Oké, fase 1. Helemaal top. Ik had nou gewoon even snel die Pokéball gegooid, man. Dan waren we al klaar. Dit is dan niet normaal. Wat is er nou voor beest, joh? Ja, dit is serieus moeilijk in de Water Only Challenge, jongen. Dit is een moeilijk stukje. Dit is een lastige aflevering. Oké, Hoppy. Kon je me joinen? Lekker, Hoppy. Mijn Davy Jones is ook weer geheeld. Dus dat is super chill. Ja, voorlopig kunnen we even 2 beurten helemaal niks doen. Freaking Eternatus. Die zorgt er gewoon voor dat we niks kunnen doen, man. Ja, daar is het verroeste schild. En daar komen de bazen. Hoppakee. Let's do this together. We're all in this together. En even in de ultieme vormen natuurlijk. Hoppakee. Jullie hebben dit al 2 keer eerder op mijn kanaal kunnen zien. In de Fire Type Only Challenge en in mijn reguliere playthrough, waarin ik alleen Galarian Pokémon mocht gebruiken. En nu, voor de 3e keer. En ook met alleen mijn water Pokémon gaan we dit doen. Oh ja, bedankt. Ja, je doet gelijk je ultieme aanval op mij. Er staan daar 4 opties. En je doet hem toch even lekker gelijk op mij. Op deze Octopus. Zou je niet denken dat je misschien eerst even een andere Pokémon moet aanvallen in plaats van mij? Gaat hij weer precies mij aanvallen, hè? Moet je zien hoe weinig damage ik doe. Nou, ik heb mezelf maar even geheeld. Want ik wil wel dat Octillery dit even overleeft. Anders vind ik het zielig. Kijk, lekker bezig, Zacian. Anders fix jij dit gewoon even voor me. Helemaal top, joh. Kijk, Zamazenta erachteraan. Die gaat ook even keihard aanvallen nu. Hoppakee, let's go. Bovenop die Eternatus dus. Lekker, man. Wil je nu mij alsjeblieft niet aanvallen? Max Flare, op wie ga je die dan doen? Oh, oké. Oh, shit.
Misschien moet ik er gewoon voor zorgen dat zij ook blijven leven. Anders heb ik straks alsnog een probleem. Want Zacian is gewoon al bijna down. Maar dat is niet de bedoeling, jongens. Hoppakee, pak hem aan. Sloop hem. Lekker. En nog een aanval. Lekker, Zamazenta. Oké, stiekem doen zij nu al het werk, hè. Ik doe bijna niks. Auw. Oké, hij gaat weer op mij. Dan komt Dubbel met zijn super double edge. Hoppa. En dan kom ik met mijn super aanval. Psybeam. Die doet ook keiveel damage. Ja, kijk, en nu gaat Zacian slopen, jongen. Hoppakee. Oh, hij is nog steeds niet down. Oké. Ik had wel verwacht dat dit de laatste ronde zou zijn. Maar hij overleeft het nog steeds. Nisje stoer doen jij, hè, Eternatus. Ja, joh, kom maar op mij. Ik doe toch de hele tijd hyper potions. Helemaal goed, joh. Als Zacian en Zamazenta maar niet doodgaan, dan vind ik het prima. Hoppakee, double edge. Oh, oh. Oh, ik dacht dat we er waren. Maar oké, Zacian begint opeens allemaal andere dingen te doen. Die begint nu haal te doen. Zamazenta doet crunch. Oeh, bijna. Als die nu op mij gaat, dan ben ik dood. Dan is Octillery alsnog dood. Dat zou echt super lullig zijn. Hij doet nu een max flare op Zamazenta. Oké, die overleeft dat. Lekker, Wooloo. Wooloo heeft toch al genakt? Nou ja, Dubwoo is natuurlijk al geëvalueerd. Lekker, Dubwoo. Technisch gezien mag Hop hem nu eigenlijk vangen, want Hop heeft hem verslagen. Zo aardig, hij laat mij hem vangen. Zal ik de Pokémon kampioen even laten zien hoe je dit doet met een Pokébal? Daar gaan we, jongens. Zo doe je dat, Leon. Met een Pokéballetje. 1, 2, 3. Houston, we got him. Zo doe je dat, Leon. En tot zover deze aflevering van de Water Pokémon Only Challenge. In de volgende aflevering ga ik echt proberen om Pokémon kampioen te worden tegen Leon. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Pokémon en Nintendo video's. En wil je mijn live zien gamen, volg me dan zeker even op twitch.tv/Rickachu. En dan zie ik je daar. Of gewoon bij de volgende video. Mazzel!